Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto's vaag te zien dat de bewolking boven Nederland ligt, maar dat ten westen van Nederland het vrijwel wolkenvrij is. En de wolken die trekken langzaam van west naar oost, betekent dat we op steeds meer plaatsen de zon zien doorbreken, het meest langs de westkust. Vanochtend is het zo 2 tot lokaal al 6 graden en vanmiddag wordt het dan 3 tot 7 graden en dan zijn er flinke perioden met zon en nog slechts een enkel wolkje. Uiteraard blijft het ook droog en de wind is ook vrij rustig, dus een heerlijke Oudejaarsdag. Vanavond heldere omstandigheden, temperaturen dalen daardoor weer tot dicht bij het vriespunt en exact om middernacht zal het in het binnenland lokaal vriezen. Aan zee staat dan windkracht 4 tot 5, dat maakt het daar iets minder prettig. Morgen overdag zonnige periode, in het noorden wat meer bewolking en aan het einde van de avond kan er pas wat regen vallen. Droge dag dus grotendeels met temperatuur van 2 tot 5 graden. Vrijdag is het ook wisselvallig met veel wind en dan temperaturen van 7 tot lokaal zelfs 10 graden. En ook in het weekend is het geen winterweer met maximaal rond 7 graden en van tijd tot tijd regen. Ik wens iedereen een goede en veilige jaarwisseling en natuurlijk een goed 2015. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.